Welkom, dames en heren. Wederom op de Boosje Business Stage. En ik sta vandaag met een nieuwe gast, Karel Jan. Welkom. Dankjewel, Pia. Dankjewel. Hoe voel je je? Nou goed, leuk om hier te zijn en wat dingen over marketing met alle aanwezigen en met jou natuurlijk te mogen delen. Mm, top, top. En wat verwacht je dat de mensen thuis hier gaan meenemen uit deze sessie? Nou, de titel van het verhaal wat mijn collega Lisa Dijkstra en ik zo gaan houden, dat is een slimme marketingplan in een online wereld. Mm. Dus de takeaway moet zijn over een half uurtje dat je, nou ja, misschien twee dingen, dat je inziet dat het belangrijk is en gewoon hoe je het kan doen. Hoe je het kan doen. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, een marketingsplan. Oude wet stond ergens in de introductie. Wat kan men zich daarbij voorstellen? Nou, kijk, ik bestrijd dat het ouderwets is. Ik weet dat sommigen denken, die vinden dat. Hè. Dat komt ook door het begrip marketing. Heel veel mensen denken alleen maar aan de 4P's en dat soort dingen. Hè. En het nieuwe in marketing is dat je de digitale mogelijkheden hebt. Dat gaat heel ver. Dat zal ik zo. Ik heb wat sheets hebben we meegenomen, zullen we zo even laten zien. En dus een marketingplan kan nog steeds. Maar de invulling ervan moet veel digitaler. En als je dus het oude en het nieuwe combineert, ja, dan ben je goed bezig. Top. Nou, dus nu met je collega Lisa. Komt zo meteen ook in beeld. Ga jullie ook wat meer vertellen over marketingstrategie. Klopt. Nou, hartstikke goed. Ik ben hartstikke benieuwd. Wat verwacht je van de mensen thuis? Als ze vragen hebben, mogen ze het tussendoor stellen? Oh, uiteraard vinden wij dat prima. Dus hoe jullie dat technisch regelen, dat laat ik aan jullie over. Maar kom maar door met vragen. En als het binnen de tijd past, ik denk dat wij het prima vinden. Nou, u hoort het. Stel je vragen gerust. En daarna geef ik het woord aan Karel Jan en Lisa. Goedemiddag allemaal. Oké, nou ja, goed. Toch eventjes één zin over onszelf. Wel ik maar even zo vrij. Ik ben lector marketing op de Hanze Hogeschool in Groningen. En Lisa? En ik ben docent digitale marketing op de Hanze Hogeschool in Groningen. En daarnaast help ik ondernemers met strategische online digitale marketingplannen. Precies. Dus nou, wat wij samen met jullie willen doen is in vier stappen, de titel van het verhaal zegt dat al, hoe kom je in vier stappen tot een slim marketingplan? En zoals Pierre al zei, dat heeft vaak wat mensen ideeën van waar heb je nog een marketingplan voor nodig? Nou, dat gaan we met jullie in dit iets minder dan een half uur nu delen. Dus daar gaan we maar los, denk ik, Lise. Zeker. Nou, ik wilde nog even iets zeggen. Want ik vond het wel grappig dat er dan meteen teruggegrepen wordt. Nou, is dat niet de oude wet, zo'n marketingplan? Ja. Terwijl ik juist in het digitale stuk heel erg zie dat ondernemers heel vaak meteen starten. Hè? Ze gaan meteen doen, meteen in de doe-modus. En dat vind ik altijd zo zonde, want ik denk, ja, als je dus wel een aantal stappen neemt op voorhand, dan ben je eigenlijk veel strategischer bezig. Ik zei net ook bewust, ik geef ondernemers strategisch advies op het gebied van digitale marketing. Ja. Want gewoon alleen maar gaan en alleen maar doen, dan ga je echt gewoon snel van start, toch? Dat... Nou ja, dit is al bijna de conclusie van ons verhaal. Nou, eigenlijk maar, wel. Hè? Laten we maar beginnen met de eerste stap. Laten we maar even het rijtje aflopen, anders wordt het helemaal zo'n chaos. Goed, slimme marketingplannen in een online wereld dus. Nou, we hebben het dus over digitale marketing, digital marketing. Nou, onze namen die heeft u al gezien en wat wij doen heel kort dus ook. Ik begin even met een klein stukje theorie, maar wees u gerust, er komt genoeg praktijk achteraan en voorbeelden en u mag dus ook vragen in stellen via de organisatie, dat horen we wel. Dus dan eerst even een heel klein stukje theorie. Het klopt dat als je praat over, wat klopt als je praat over digitale marketing of online marketing, dan denken mensen vaak aan iets wat niet helemaal klopt eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Nou, en deze sheet laat dat zien. En ik wil drie dingen daar even over zeggen, over deze sheet. De eerste is, heel veel mensen hebben het over online marketing en of digitale marketing. Nou, daar zit al een klein verwarringtje. De beste term die Lisa en ik gebruiken is digitaal marketing. Waarom? Omdat namelijk het niet altijd letterlijk online is. Dus als je iets met apps doet of zo of andere dingen, nou, daar heeft Lisa veel meer verstand van, hè, van de echte praktische online kant. Maar dat, je bent niet altijd rechtstreeks online, laat ik het zo maar formuleren. Dus digitale marketing is een wat breder begrip dan online en geeft het beste weer ook in allemaal boeken die hierover geschreven worden dan online. Dus vanaf nu daar noemen wij het maar eventjes voor het gemak digitale marketing, soms ook nog wel online. Maar dat is de beste aanduiding, dat is één. Nou, het tweede is, als je praat over
digitale marketing, dan denken veel mensen heel gauw aan een website, die moet goed vindbaar zijn, en social, en op Facebook, en Twitter, en noem allemaal op. Nou, dat is op zich klopt dat. Dat heeft te maken met digitale marketing. Maar als we nou naar dit plaatje kijken, dan zien jullie hier de bekende 4 P's. Die kent bijna iedereen van marketing, hè? Product, prijs, plaats en promotie, communicatie. Nou, en helemaal rechts onderaan, daar zie je dus communicatie staan. En daar gaan we straks veel meer over vertellen. En dat is wat veel mensen verstaan onder digitale of online marketing. Maar dat is alleen communicatie. Dus dat stukje over een website en social en noem alles maar op en weet ik veel allemaal, is heel belangrijk. Maar dat zit helemaal rechts onderaan. Dus de tweede boodschap bij dit verhaal is: digitale marketing heeft ook betrekking op de P van product. Je kunt klanten uitnodigen mee te denken over jouw product. Dat is in co-creatie noemen we dat. Je kunt iets met je prijs gaan doen. Dit kun je gaan aanpassen naar momenten. Je kunt iets met de P van plaats doen. Dat is het per definitie, hè? Multichannel. Hè? Dus wel of niet via meerdere kanalen. E-commerce wordt het wel genoemd. Een beetje ouderwetse term eigenlijk, maar oké. En natuurlijk ook die communicatie. Dus digitale marketing gaat veel verder dan alleen maar digitale communicatie. En het derde punt bij deze sheet is, en dat staat er ook boven, digitale marketing start met strategie. Dat zei Lisa eigenlijk net ook al, daar ben ik er blij mee. Daarom is het ook zo plezierig om dit samen met u te mogen delen. Het start met strategie. En wat is dan strategie? En dat ziet u ook in dit plaatje staan. Marketingstrategie, dat is: wees helder over wie je doelgroep is, voor wie doe je het. En wees ook raakhelder over wat is jouw positionering. Oftewel, waar sta jij als merk voor? Wat is jouw identiteit? Nou, al die woorden is eigenlijk allemaal hetzelfde. En pas als je dat kraakhelder hebt, daar begint het dus mee. Ja, het begint eigenlijk nog met onderzoek wat daarvoor zit, maar dat vergeten we maar eventjes voor het gemak. Hè. Laten we als eerste echte stap beginnen. Lector. Ja, nee, nou ja, oké, ik geef toe. Je start dus met doelgroep en positionering. En daarna ga je naar die 4 P's toe en online of digitale communicatie. Dat is even wat we hier. Daar wil ik nog even mee verder gaan met op dit punt. Dus dat zijn de 3 boodschappen bij dit verhaal. Nou. En bedankt voor de opheldering. Nee, heel goed. Ja. En dus eigenlijk, daar wil ik dan nog even aan toevoegen. Hè. Dus eigenlijk, Carol-Jan, wat jij zegt, je moet je product en je prijs eigenlijk al helder hebben. Hè, voordat je start met het kiezen van je kanalen en het uitwerken van je communicatiestrategie. Ja, klopt. En wat daarvoor zit ook, dus je doelgroep, positionering, product, prijs, al die andere dingen en dan vervolgens ook de communicatie in die volgorde. Ja. Ja, zo is het. Nou, ja, top. Goed. Maar nou, wij zoomen in op die communicatie en die kanalen. Precies. Hè? Ja, daar gaan we op het eind op inzoomen. Nou, goed. Dus nu gaan we naar die stap 1 toe. Want wat is dan meest eenvoudig om 4 stappen aan te houden om op die digitale communicatie, waar we inderdaad op gaan focussen, vooral uit te komen. Nou, de eerste stap is dus, oh, andere kant op jongens. Wie is je doelgroep? We zijn het al. Is nogal logisch, maar ik merk in de praktijk dat veel ondernemers, maar ook grote bedrijven, te weinig nadenken over de marketingstrategie. En daar moet je echt even rustig over nadenken, hè, op een avond of zo. Helder krijgen, wie is je doelgroep en wie is je positionering? Nou, de eerste stap is dus, wees helder over wie is je doelgroep. En dat maakt nogal wat uit natuurlijk. Of je voor oude mensen je product hebt, of voor jonge mensen wat hun inkomen is. Dan praat je dus over objectieve eigenschappen van die klant, van die doelgroep. Daar moet je dus helder over zijn. Maar vergeet niet ook helder te zijn over de wat meer subjectieve eigenschappen van de doelgroep waar jij jouw product of dienst wil verkopen. En dan moet je denken aan de interesses, levensstijl van mensen, gewoonten. Want ja, kijk, niet alle jongeren hebben dezelfde levensstijl. En ook niet alle wat oudere mensen zoals ik hebben ook niet dezelfde levensstijl. En die emotionele, subjectieve kant van de doelgroep moet je goed ook in beeld hebben om een stap verder te kunnen gaan. Nou, dat zijn eigenlijk de 2 belangrijke onderdelen. Wees helder dus in die objectieve en subjectieve eigenschappen van mijn kernklant. Ja, en dan wil ik daar eigenlijk nog een stapje verder in gaan. Want Carol-Jan zei het al, hè. Ja, in de praktijk zie je. Nou, wat je in de praktijk ziet is dat doelgroep wel vaak wordt bepaald. Maar die doelgroep is vaak heel erg breed. Hè? Dus Carol-Jan die noemde al het voorbeeld van, ja, voor een oudere doelgroep. Ja, die benader je misschien op een andere manier dan de jongere doelgroep. Nou, dat is 1 heel mooi voorbeeld van dat je een doelgroep dus niet over 1 kan
kunt scheren. He, dus een doelgroep, die kun je opdelen in klantsegmenten. En die stap, die wordt vaak niet gedaan. En dat is ontzettend zonde, want op het moment dat je gaat kijken van, hey, ik heb bijvoorbeeld een hele brede doelgroep. Mensen tussen de 18 en 65 jaar, mannen en vrouwen. Nou, stop ik hier meteen even. Dan heb je dus al een aantal klantsegmenten te pakken. Want waarschijnlijk benader je de mannen en de vrouwen op een andere manier. Benader je de groep bijvoorbeeld 18 tot 25 op een hele andere manier dan die groep van 35 tot 50 bijvoorbeeld. Dus dat onderscheid maken tussen, oké, ik heb één hele brede doelgroep, maar ik heb daarin verschillende klantsegmenten, die is heel erg belangrijk. Want dat zien jullie ook op deze sheet. Wat heel erg belangrijk is om inderdaad die verschillende eigenschappen van die klantsegmenten op de juiste manier in kaart te brengen. En als we dan even inzoomen op wat er aan de rechterkant gebeurt, dan zie je dus eigenlijk een volledige omschrijving van zo'n klantsegment. Dus ook inderdaad die interesses waar Karel-Jan het over had, maar ook bijvoorbeeld online gebruik. Hè? Dus welke kanalen zijn ze actief op bijvoorbeeld? Iemand van 18 die zal ontzettend actief zijn op TikTok, terwijl iemand van 50 denkt van het zal mij wat, ik laat dat lekker aan me voorbij gaan, ik blijf lekker op Facebook. Herkenbaar voorbeeld. Toch? Ja. Dus dat is heel belangrijk om je te realiseren. Dus om goed te kijken, oké, ik heb een doelgroep, maar zijn er meerdere groepen binnen die doelgroep die ik op een specifieke manier kan benaderen. Ja. En als het antwoord op die vraag ja is, dan heb je dus te maken met verschillende klantsegmenten binnen die doelgroep. Ja, helemaal eens. Nou, en wat je hier ook aan ziet, en dan gaan we nu hierna met de tweede stap verder. Wat je hier ook aan ziet, is dat je dan ook wel ziet dat om dit te kunnen, heb je heel veel onderzoek nodig. Nou, dat moest ik net eventjes achterwege laten, geloof ik, of zo. Dat was een typische lectoropmerking, geloof ik, maar ik weet het niet. Maar goed. Nee, Want om dit te kunnen doen, dat is helemaal een terecht punt, moet je eigenlijk van heel veel klanten gegevens hebben om dat te kunnen gaan doen. Nou, dat noemen ze segmentatie. Dat gaat allemaal veel verder, maar eens doelgroep en daarbinnen dus ook segmenten. Dat is dus stap 1. Nou, ja, dus onze boodschap bij deze, want we geven bij elke stap even een soort van call to action, zoals we dat heel mooi noemen in de digitale marketing. We geven een call to action mee, namelijk ga dit doen voor jouw bedrijf. Dus ga kijken, wie is mijn doelgroep en zijn de groepen binnen die doelgroep die ik kan specificeren tot klantsegmenten? En maak wat mij betreft een screenshot hiervan of kom straks naar de WoW-stand. Dat is nog veel beter, want dan kun je dus een PDF van deze sheets die wij hebben kun je krijgen. Zodat je dus ook echt deze als voorbeeld kunt pakken en daarmee aan de slag kunt gaan. Dus dat is onze CTA, onze call to action. En een beetje onze eigen marketing. Oké, dat hoort er ook bij. Oké, we gaan naar stap 2. Want ik hou ondertussen houden we de tijd in de gaten. Dat doet de lector ook altijd natuurlijk. De docent goed. Ook hoor. Namelijk stap 2. Wat is je positionering? Dit is een heel leuk onderwerp. Daar kan je boeken over volschrijven. En stiekem ziet u, en dat is mijn eigen marketing, dat heb ik ook gedaan. Maar ook dat terzijde, merkpositionering. Want dat is echt een heel leuk onderwerp. Want eigenlijk vind ik dit persoonlijk de kern van de marketingstrategie. En dat en wat is positionering? Dat is een ander woord voor wat is jouw gewenste imago? Wat is jouw USP, Unique Selling Proposition? Weer zo'n Engels jeukwoord in marketing. Maar goed, dus kortom, wat is nou de kern waarom een klant bij jou als MKB'er moet komen en niet bij een ander? En zo'n positionering, die heeft ook twee kanten. Net als die doelgroep. Wat het meest voor de hand ligt, is dat u bij zichzelf denkt, ja, maar oké, wat is het unieke van mijn product of mijn dienst? Dus ben ik de beste, dus dat is de functionele eigenschappen. Ben ik de beste in de hoogste kwaliteit? Of ben ik een specialist in iets? Dat ik gewoon heel goed ben in bepaalde technische producten of dus een superspecialist. Nou, dat is prima. Of ben ik misschien aan de andere kant de laagste in prijs? Ben ik toch misschien een soort Aldi of Lidl? Of misschien gemak, McDonald's, zo snel ergens terecht kunnen. Of ben ik de beste in service, dus in klantgerichtheid en in garanties en noem maar op. En dat ik u ook ken, dat ik precies weet, meneer Jansen, en wat kan ik voor u doen? En de oude kruidenier eigenlijk, dat is het toppunt van 1-op-1 marketing zou je kunnen zeggen. Nou, dus dat moet je helder hebben, dat is 1. Maar het nadeel van als je alleen maar scherp bent in, laten we zeggen, in producteigenschappen van jou,
die kunnen concurrenten makkelijker vaak kopiëren. Dus als je een andere specialist hebt die ook die producten gaat aanbieden, dan ben je dus niet meer uniek. En daarom is het ook van belang om ook, en niet alleen daarom trouwens, maar om ook die emotionele kant van jouw merk duidelijk te hebben. Dus vind ik mijzelf het karakter van jouw merk, van jouw bedrijf? Vind ik mezelf stoer of snel of informeel of creatief en wat voor woorden er ook bij passen? En helemaal Coolblue. Alles voor een glimlach. Dat zegt dus niks over het product. Maar het geeft je wel een gevoel. Ga je naar IKEA, dan heb je ook een bepaald gevoel. Dus deze grote topmerken, en alle heel veel merken van Unilever doen dat ook, hè, die je gewoon in het schap vindt, die zitten veel meer op de emotie. Blue Band, dat is een heel oud merk en zo, dat ken je misschien nauwelijks. Dat is allemaal, dat is een soort margarine, dat kun je op je boter smeren. Ja, echt? Nooit van. Nee, ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Hè, maar dat staat voor moederzorg of ouderzorg. Nou, en de boodschap van dit verhaal is dus, wees ook helder in jouw positionering en probeer daar een unieke positie in te nemen. En als laatste hierover, en dan moet je dat gauw maar weer aanvullen, Lisa, is waarom het ook van belang is. Dus tegen kopiëren, maar ook omdat beslissingen die al uw klanten nemen, die alle mensen eigenlijk nemen in het leven, die vinden onbewust plaats voor wat meer dan 90%. Dus u denkt misschien dat uw klant bij u komt die dan gaat zitten googelen en een afweging gaat zitten maken. Hij gaat wel googelen, maar dan bewust gaat zitten vergelijken met lijstjes en zo. En dan een keuze gaat maken om bij u als ondernemer te komen. Nou, zo werkt het dus niet. Mensen nemen onbewust beslissingen. Dat gaat allemaal een beetje zo in het hoofd achter. En dan is er zo'n merk en gevoel wat je meegeeft als ondernemer van groot belang. En dat is positionering. Dus die emotionele kant, die is heel erg belangrijk. Nou, ben ik het helemaal mee eens, uiteraard. En als we dan het even op een andere manier ook benaderen, of in het verlengde eigenlijk daarvan, dan wat je ziet bij heel veel ondernemers is dat heel veel ondernemers denken vanuit de wat. Hè, dus wat bied ik aan? We hebben die discussie altijd over push- en pull-marketing. Dus ja. Dit is mijn product, alsjeblieft wil je het hebben. Speciaal voor jou. He, dus dan benader je het heel erg vanuit je eigen product of je dienst eigenlijk. Ja. Alleen dat zou eigenlijk, en dat zie je dus ook al, zou dus de laatste stap moeten zijn. Stap 3. Dus je begint eigenlijk met je waarom. Dus waarom, welke toegevoegde waarde kan ik eigenlijk bieden aan een potentiële klant? Dus Karel-Jan noemde hem net al, waarom zou iemand voor mij moeten kiezen in plaats van voor iemand anders? En wat daar dus heel belangrijk ook in is, is dat je weet wie je concurrenten zijn. Ja. Dus wat zijn de alternatieven op wat jij aanbiedt? Want wat je goed moet onthouden is dat iemand op zoek is naar de oplossing voor een probleem of het antwoord op een vraag. He, dus als jij het benadert vanuit je product of je dienst, dan ga je er dus aan voorbij dat iemand anders zijn proces eigenlijk heel ergens anders begint. Namelijk, ik heb een gat in de zool van mijn schoen. Ik sta in een plas en mijn voet is nat. Dat is nu mijn probleem. En mijn probleem is dat ik dus nieuwe schoenen moet hebben. He, dus er gebeurt iets wat iemand triggert om een bepaalde stap te nemen. En dan is het dus heel belangrijk om te kijken hoe jij een bepaald probleem of een bepaald probleem op kunt lossen, een bepaalde vraag kunt beantwoorden en hoe jij dat op een dusdanig unieke manier eigenlijk doet dat mensen denken, ja maar ik moet bij hem of haar zijn, want dit is wat ik wil. Ja. Dus ja, heel vaak die wat en die ook weer die hoe, jij noemde ze net al, die unique selling point, dat weten we vaak wel. En dan heb je inderdaad emotionele dingen als ik ben een stoer bedrijf of ik ben heel erg betrokken. Alleen ook dat, ja, maakt dat je echt uniek, hè? Want dat zeggen natuurlijk heel veel bedrijven. Dus waarom moeten ze bij jou zijn? Waarom doe jij wat je doet? Waarom heb je ervoor gekozen om te gaan ondernemen? Ja. Wat miste je eigenlijk? Want vaak gebeurt dat ook bij ondernemers. Die starten een bedrijf omdat ze iets missen. Omdat ze zelf iets gemist hebben in een bepaalde dienstverlening. Waarvan ze zeggen, ja, maar dat moet anders. Dat wil ik anders doen. Ja. Dus je why, nou de why komt van Simon Sinek, hè? De Golden Circle. Mocht je dat niet kennen, ga eens eventjes naar YouTube. Zoek op The Why Simon Sinek of The Golden Circle. En dan krijg je daar een heel mooi, extensief verhaal bij. En dat legt hij dan heel mooi uit. Dus onze boodschap hier is eigenlijk, denk na over je waarom. Waarom doe ik wat ik doe?
En hoe onderscheid ik mij echt van mijn concurrenten? Dus ga ook kijken wat die concurrenten doen. En hoe onderscheid jij je daarin? En dan hoe bied ik mijn dienst of product aan? Ja, moet het al wel door, hoor. Want we hebben nog twee stappen te gaan, ja, okay, sorry. Collega. Wij zijn heel gepassioneerd over daarom. Ik zei ook dat het een heel mooi onderwerp is. Dus dat is de call to action hier. Klopt. Bepaal je waarom. Begin daarmee. Volstrekt eens. Toch? Waarom moet de klant bij jou komen? Exact. En wees daar kraakhelder in. We gaan gauw naar stap 3 toe. We komen steeds dichter bij die online marketing uit. Die digitale markt, digitale communicatie. Hè, want daar hebben we het over. Nou, die derde stap is al een klein beetje aan de orde geweest. Waar we het over doelgroepen hadden. Hè, en toen heb jij terecht aangevuld van binnen je doelgroep. Heb je weer segmenten, hè, die kun je onderverdelen. Nou, en wat nou de derde stap is, die u eigenlijk ook als elke ondernemer zou moeten doen, is om dat noemen we dan de customer journey in beeld te brengen. Weer zo'n Engelse term, nou oké. Okay. Oftewel de klantreis. Nou, wat betekent dat heel simpel? De stappen, de contactmomenten die een klant bij u heeft. Vanaf het eerste moment dat de klant gaat zoeken, gaat googelen bijvoorbeeld, van ik heb een loodgieter nodig, of ik heb een fysiotherapeut nodig, of ik wil een nieuwe auto kopen, of wat het ook maar zijn mogen. En die gaat erover nadenken en die vindt op een gegeven moment u op een site, of die gaat met vrienden praten en dan, ik heb een nieuwe auto of een nieuwe smartphone nodig. Heb jij nog ervaringen of een fysiotherapeut? Nou, al die contactmomenten en die zoekmomenten bij elkaar tot hij bij u terechtkomt en dan contact opneemt, noem maar op, dat noemen we de klantreis of de customer journey. Nou, en het is heel belangrijk om dat goed in beeld te hebben. En dan kun je dus onderzoek bij gebruiken. Nou, dit is een hele schematische weergave over hoe zo'n klantreis eruit kan zien. En dat je dus met onderzoek, hier speelt wel toch wel weer onderzoek een rol, in beeld probeert te krijgen. Of op gevoel, hoor, als u dat nou niet weet, gaan we met een paar klanten praten om die touchpoints in beeld te krijgen. Nou, we gaan nu even naar een praktisch voorbeeldje. Ja, die is weer voor jou, Lisa. Ja, we zitten allebei te tegelijk, drukken. Ja. Ik heb hem inderdaad even ingevuld. En ik vind het wel grappig wat jij doet, Karel Jan, want ik zei natuurlijk net juist, iemand heeft vaak een vraag of een probleem en jij zegt, nou, iemand is bijvoorbeeld op zoek naar een fysiotherapeut. Maar je zou het natuurlijk ook nog anders kunnen bekijken. Dus je zou het kunnen bekijken als iemand heeft last van zijn rug en die zoekt daar een oplossing voor. Ik was een stapje verder. Jij was al een stapje verder. En deze klantenreis of customer journey, die geeft dus inderdaad de hele reis aan van bewustwording tot aan loyaliteit. En daar zie je dus ook aan het begin dat er een bepaalde onvrede heerst. Hè? Want Michiel krijgt een buikje. Nou, dus wat wil Michiel? Michiel die denkt, dat buikje moet weg, want de zomer komt eraan. En ik wil straks wel een beetje knap op het strand verschijnen. Dus zo begint eigenlijk, hè, die bewustwording van Michiel is, oké, je krijgt dat buikje, ik wil daar wat aan doen. En dan, vanaf dat moment, gaat hij kijken van, nou oké, hoe ga ik dat oplossen? Ik moet gaan sporten. Nou, dus vervolgens gaat hij kijken, nou, wat voor opties heb ik dan? Ik kan gaan crossfitten of ik kan gaan een teamsport gaan doen. Ik kan ook naar de sportschool gaan. Nou, dat is wel lekker, want dan ben ik lekker flexibel, want ik heb het ook druk met van alles. Nou, vervolgens zegt hij van, nou, ik ga me dus inschrijven bij een sportschool en dan gaat hij zoeken. Dan gaat hij kijken, oké, welke sportscholen zijn er dan bij mij in de buurt? Ik wil wel mijn auto kunnen parkeren daar. Wat zijn de openingstijden? Want ik wil wel laat op de avond kunnen sporten, want dat vind ik prettig. Of juist vroeg in de ochtend. Nou, op die manier gaat hij aan de slag. Hij gaat verschillende sportscholen met elkaar vergelijken. En vervolgens zegt hij van, nou, ik ga eens even een paar sportscholen bezoeken. Zodat ik, dus dan heeft hij zich online, digitaal georiënteerd. En gaat hij offline, gaat hij dus kijken van, nou, hoe zien die sportscholen er dan uit? Nou, dan komt hij bij meerdere sportscholen terecht. Eén daarvan heeft een hele leuke bar waar je lekkere smoothies kunt halen. Moderne apparatuur. En hij zegt, nou, dit past bij mij, dit wil ik. Dus dat geeft de doorslag. En vervolgens is het natuurlijk heel belangrijk om gemotiveerd te blijven, et cetera, et cetera. Dat is een voorbeeld van een klantreis. En wat we hier hebben gedaan, is dat we hebben gezegd, oké, Michiel die behoort tot een bepaald klantsegment. En dat klantsegment, daar hangen wij een personificatie aan. Nou, die personificatie is Michiel. En we hebben die hele klantreis uitgewerkt voor Michiel. Nou, dat voorbeeld heb ik net geschetst.
onderaan zie je nog die touchpoints staan, waar Karel-Jan het net over had. Hè. Je wilt al die potentiële touchpoints in beeld hebben. Want ja, hij kan bijvoorbeeld via vrienden kan hij ergens terechtkomen of getriggerd worden. Maar dat kan ook bijvoorbeeld via een video op YouTube, een advertentie op Instagram. Dus breng goed voor jezelf in beeld wat alle mogelijke interactiepunten zijn tijdens die potentiële klantreis. Punt. En dan gaan we nu gauw verder, want anders komen we niet aan onze online communicatie toe. Ja. Nou, hier heb je dus ook onderzoek voor nodig. En dat kan dus inderdaad via de week, of via het lectoraat trouwens, marklink.q.nl. Maar dat is allemaal, hoort allemaal bij de hogeschool om dit onderzoek. Maar nu naar de volgende stap. En dat is, heb je dit in beeld gebracht, hè? Zoals Lisa schetst, al die touchpoints van die klant bij jou. Dan ga je dus, dan kun je nu eindelijk naar bepaalde communicatie toe. Nou, wat u hier ziet is een overzicht van mogelijke digitale communicatieinstrumenten. Hey, we gaan er niet allemaal uitgebreid op in. Je moet je website op orde hebben. Je moet de inhoud, content marketing, moet je voor elkaar hebben. Dat speelt bij al die dingen een rol. Het moet vindbaar zijn. Je moet zorgen dat mensen, als ze op jou klikken, dat ze dus door gaan klikken. Je moet je social voor elkaar hebben, sociale platforms, e-mail, display, advertising. Nou, dit schema wordt ongeveer van maand tot maand kun je dit aanvullen met nieuwe dingen. TikTok staat er nog niet eens bij. Onderdeel van de sociale platforms. Deze komt uit je boek. Toch? Ja, deze komt bij mijn boek. Ja, dat is blij dat jij dat noemt. Bewijs dat jij dat dank u. Fijn dat je dat noemt. De strategische marketingplanning. We hebben al de digitale marketing zit daar inderdaad totaal geïntegreerd. Maar ook het leuke van digitale communicatie. Je kunt anderen ook jouw verhaal laten vertellen. Dan heb je het over viral marketing. Je hebt het over in-store marketing. Allemaal digitale manieren om met jouw klant te communiceren. Nou, en even voor de duidelijkheid. Dit combineer je met, en we gaan nu verder, jij gaat nu zo direct hier nog tenslotte wat zeggen over deze online digitale communicatie. Dit combineer je met je gewone communicatie. Dus je kunt ook nog steeds een advertentie in het Dagblad van het Noorden zetten. Je kunt nog steeds het Haarlem Weekblad inschakelen. Je kunt ook op RTV Noord of de landelijke TV adverteren. Dat blijft dus gewoon staan. Dus sommigen zeggen, het wordt alleen maar digitaal. Dat is dus niet waar. Het is geïntegreerde communicatie, een heel oud begrip, die je combineert digitaal met de gewone communicatie. En dan moet jij nog maar eventjes, even voor mij niet zoveel tijd meer, maar wel nog leuk, dit gaan vertellen over de internetcommunicatie, de digitale communicatie. Nou ja, en het mooie is inderdaad wat jij zegt, hè, er bestaat niet zoiets als offline en online marketing of offline en digitale marketing. Er bestaat zoiets als marketing. He, en marketing is een algemeen begrip, al je communicatiemiddelen, et cetera. En daar heb je verschillende kanalen voor. En die kanalen kunnen zowel traditionele kanalen zijn, of offline kanalen, en kunnen digitale kanalen zijn. Nou, wat is dit? Hier kan ik heel kort over zijn. Mooi. Overigens. Dit is een contentkalender. En waarom laat ik jullie dit zien? Omdat dit een hele mooie, ja, praktische tool is eigenlijk, die je heel laagdrempelig op kunt zetten. Deze is van de Google Digitale Werkplaats. Nou, is gewoon eigenlijk een Excel-bestand waar je eigenlijk een planning maakt voor jezelf. Waar ga ik de komende week over communiceren? Dus al die verschillende kanalen en manieren van communiceren die Karel-Jan net heeft genoemd, die neem je op in zo'n contentkalender, zodat je weet, oké, wat ga ik aankomende week doen? Wat ga ik communiceren? Je plant het liefst in ieder geval een maand, hè, redelijk vooruit. Natuurlijk moet er wat ruimte zijn om op ad hoc dingen te reageren, maar het meeste kun je gewoon inplannen. Nou, er staan een aantal verschillende kolommen met allerlei verschillende informatie. Op het moment dat je zegt, nou, dit vind ik super interessant, hier wil ik iets mee, ga dan inderdaad even naar de digitale stand van de werkplaats online ondernemen, de WO. Daar kun je de hele dag terecht tot 5 uur. En daar kun je dus inderdaad een kopie of een PDF van deze sheets krijgen, zodat je ook deze call to action, dat je ook even daaraan kunt voldoen. Namelijk, maak je contentkalender op basis van je klantenreis en je digitale touchpoints. Helemaal, dat is dus. Precies. En die WO, jij noemde tenslotte de WOO. Daar hebben we voor mij ook nog een sheet. Deze, jij noemde hem al, Lisa. Ja. Dus dat slotwoord geef ik gauw aan jou om nog iets over onze eigen WOO te vertellen. We hebben hem al een paar keer genoemd. Ja. De Werkplaats Online Ondernemen helpt dus ondernemers in samenwerking met studenten van de Hans Hogeschool, maar ook van de Rijksuniversiteit en van Noorderpoort College.
helemaal gelieerd aan partners uit het werkveld. En die kunnen voor u aan de slag om een online vraagstuk op te lossen. Dus we hebben een aantal hele leuke trajecten die binnenkort half april alweer van start gaan. Dus hulp bij je zoekmachine marketing bijvoorbeeld, bij je social media strategie. Superleuk. Dus wil je daarover meer weten, heb je daar hulp bij nodig? Ga dan naar onze virtuele stand of ga naar wo-groningen.nl. Nou, en dan wensen we dus namens ons beiden ook zeggen heel veel succes om met die geïntegreerde communicatie te werken aan uw eigen branding. Nou, dat gaat vast na vandaag nog een stuk beter. Veel succes en dank voor uw aandacht voor onze presentatie. Dank u wel, tot ziens.